Nou, we zijn hier vandaag met heel veel volk van de Witte Woede op de grote betoging van de vakbonden tegen het besparingsbeleid van de regering. En dat is zowel de federale regering als de Vlaamse regering. Want laat ons dat niet vergeten, ook die Vlaamse regering die hakt er flink op los en treft eigenlijk alle mensen, alle werknemers en gezinnen. En specifiek ook voor de zorg zullen we samen met de Witte Woede eisen dat dit beleid verandert. Het kan niet zijn dat er bespaard wordt op zorg. En men bespaart wel echt, hè. 250 miljoen euro besparen op welzijn en gezondheid, dan 65 miljoen teruggeven en dan zeggen dat dat een investering is. Wij kunnen ook tellen, meneer Bourgeois, dat is absoluut geen investering. Dat is een zware besparing en samen met de mensen van de sector zullen wij actie voeren tot er verandering komt.